Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis via het internet met ons verbonden. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Meertens uit Rhenen voorgaat. De organist is Riem van der Wel. De bloemen gaan met een hartelijke groet naar Siebrich en Johannes de Vries. Ze zijn vandaag 30 jaar getrouwd. Ze worden weggebracht door de familie Zwart. De kindernevendienst is vanmorgen voor de jongste groep. Collecten. De eerste ronde is voor de diaconie, die is voor de bloemengroet. De tweede ronde is voor de eigen gemeente, voor de gastpredikanten. Vanavond is er dienst om 7 uur in Onderendam. Dominee Tangé uit Sellingen gaat hierin voor. Volgende week zondag is er dienst om 9:30 hier in Bedum. Dan hoopt dominee Tangé uit Sellingen ook voor te gaan. S'avonds om 7 uur in Onderendam hoopt dominee Marchand uit Groningen voor te gaan. Vrijdag en zaterdag worden musical Walfriedus uitgevoerd op het terrein hier bij de kerk. Er zijn nog kaarten. Op donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Er is een gezamenlijke gemeentedag georganiseerd die begint met een dienst in Onderendam. Hierna volgen koffiedrinken, een fietspuzzeltocht en een barbecue. Kosten voor deze dag zijn voor volwassenen 10 euro en voor kinderen van de basisschool 5 euro. U kunt zich opgeven bij Jolanda Twilhaar of Vrouwkje Smit. Dit kan straks ook achter in de kerk. Een gedeelte van de dag meebeleven kan natuurlijk ook. Wij beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 66, de versen 1 en 3. Wij wensen u een goede en gezegende dienst. Thank you.
Zullen we ons in een moment van stilte voorbereiden op deze dienst? Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 123, het eerste vers. We bidden om vergeving en om ontferming en we zingen als antwoord gezang 87, de verzen 1, 3 en 5. Gezang 87, 1, 3 en 5, na ons gebed. Laten we bidden, gemeente. Heere God, wij leggen ons leven voor u op tafel. Ons geloof, ons ongeloof, onze vreugde en onze angsten, ons houvast, onze twijfel, al die tegenstrijdige gedachten en gevoelens in ons, trouwe God, die voortdurend onze aandacht vragen en die strijden in ons om de voorrang. Wij bidden, maak ons heel door uw geest en vergeef ons onze zonde, ons ongeloof, onze daden van egoïsme en van hoogmoed. Wij bidden, doe genadig verzoening over onze zonde door uw Zoon, Jezus Christus. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Almachtige God, wij leven in een gekke wereld met grote tegenstellingen, met enkele superrijken en vele miljoenen armen, met grote tegenstellingen tussen de sterke en zwakke. Tussen mensen die recht hebben en onrecht moeten dulden, tussen oorlog en vrede. Wij bidden,
ontfermt u zich over uw schepping, over uw mensheid, over deze hele wereld. En laat de vrede van Christus alles doortrekken en veranderen tot uw eer. Amen. Ik lees het gebod uit Leviticus 19 en we zingen daarna Psalm 119, het eerste couplet. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet, bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God, want ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naaste. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording
en laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Amen. Bidden we om de verlichting met de Heilige Geest. Heere Jezus Christus, toen u op aarde was en toen u het land Israël doortrok en het evangelie van het koninkrijk verkondigde, toen gebeurde er iets. Toen gingen doven horen en blinden zien en toen werden hongerigen gevoed en lammen stonden op. En wij bidden, nu we uw woord openen, dat ook zoiets gebeuren mag vanochtend. Dat we horen en zien en gevoed worden en opstaan achter u, Heer Jezus Christus, aan. Toen u, Heer Jezus Christus, op aarde was en het land Israël doortrok en het evangelie verkondigde, toen gebeurde er ook iets anders. Toen kwam er ook ergernis en irritatie en verzet en afkeer en ongeloof en onverschilligheid. Wij bidden u, bewaar ons voor die reactie en jaag dat alles uit ons leven en kom met uw Heilige Geest, zodat we met vreugde en met dankbaarheid het evangelie meenemen, ons leven in, de nieuwe week in. Wees zo in ons midden, in Christus' naam. Amen. Ik wil twee stukjes lezen uit het Evangelie van Johannes, een gedeelte uit hoofdstuk 14 en dan een paar versen uit hoofdstuk 20. Hoofdstuk 14, Johannes 27. Daar zegt Jezus: ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je mij lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij. Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb
en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we van hier gaan. En dan uit hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 23. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Tot zover de lezing uit het Evangelie. In het bijzonder denken we na over het 27e vers uit Johannes 14. Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. We zingen Psalm 76, 2, 3 en 5.
Gezang 285 zingen we straks als antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De gesprekjes met mijn moeder werden steeds korter en ook steeds voorspelbaarder naarmate ze ouder werd. Hoe gaat het? Goed. Wat heb je gegeten? Aardappelen, geloof ik. En een toetje. Heb je de kerkdienst van zondag nog beluisterd? Natuurlijk. Heb je nog gedroomd? Ja. En dan keek ze een beetje stuurs. Waarover? Over de oorlog natuurlijk. Ik ben er nooit achtergekomen over welke gebeurtenissen van de oorlog ze droomde. Ze had er ons nooit veel over verteld. Maar tot 75 jaar na de oorlog droomde ze er nog bijna dagelijks van. En ze is niet de enige. Ik heb heel lang gedacht dat de Tweede Wereldoorlog in 1945 was afgelopen. Er was immers vrede gekomen. Maar hoeveel mensen hebben blijvende schade opgelopen door hun tijd in de oorlog, trauma's, angsten, boze dromen. En in een maatschappelijk debat worden we regelmatig herinnerd aan de oorlog. Dan worden er vergelijkingen getrokken tussen toen en nu. En meestal wekt dat grote verontwaardiging. De Tweede Wereldoorlog is een soort moreel eikpunt geworden in onze tijd. En ook voor de wereldorde, de verhoudingen tussen de grootmachten, was de oorlog beslissend. Enorme gevolgen. Kan er ook bij onze oorlog komen, vroeg een kind bij het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne. Ja, die vader aan wie het gevraagd werd, wilde dat kereltje niet afschepen. Maar hij wilde dat jochie natuurlijk ook niet bang maken. Het zou kunnen, zei hij, maar we proberen er alles aan te doen om oorlog te voorkomen en we bidden of God zijn vrede daar en ook hier en overal in de wereld zal brengen. Net voor kruis en opstanding geeft Jezus zijn leerlingen vrede. We lazen het, Johannes 14, 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die. En die woorden van vrede, die herhaalt hij na kruis, na opstanding. Dan verschijnt hij aan zijn leerlingen en dan zegt hij, vrede zij u. En dan blaast hij op ze en dan zegt hij, ontvang mijn Heilige Geest. Vrede. Dat is de nalatenschap van Jezus. En dat moeten we dan horen met de oren van het Oude Testament. Oude Testament, zegt u, dat is toch dat boek van geweld en van oorlogen? Ik kom er straks even op terug. Maar ik bedoel dat vrede in het Oude Testament, shalom, veel meer is dan geen oorlog. Shalom, dat is welzijn, dat is welbevinden, dat is goede verhoudingen met God, met de naaste, met de aarde, met jezelf. Het is harmonie, het is welvaart. Voor ons is het tegenovergestelde van vrede, oorlog. Maar in het Oude Testament staat vrede, shalom, tegenover chaos, ellende, dood, zonde, kwaad, uitbuiting, onderdrukking en noem het allemaal maar op. Wel nu, die vrede, in die oud-testamentische zin, shalom, die laat Christus zijn leerlingen na. En die vrede, die deelt Christus ons door zijn geest mee. Iedere dienst begint ermee en eindigt ermee. Vrede geef ik u. En nou zegt Jezus dat hij die vrede geeft op een andere manier dan de wereld vrede geeft.
Jezus zegt niet dat de manier waarop de wereld vrede geeft volstrekt waardeloos is. Hij benadrukt dat hij op een andere manier geeft dan de wereld. En dat brengt je natuurlijk bij de vraag, ja, hoe geeft de wereld dan vrede? Ik heb 3 manieren kunnen vinden. Allereerst, er kan vrede komen als strijdende partijen zijn uitgeput. Dan zijn de wapens op of zo. Moreel van het leger is weg. Er is niets meer te winnen. Er is een padstelling ontstaan. Er komt een verlangen bij de strijdende partijen om de oorlog te beëindigen. En dan gaan die strijdende partijen aan de onderhandelingstafel, vredesonderhandelingen beginnen. Alle oorlogen worden uiteindelijk aan de onderhandelingstafel beëindigd, heeft ooit eens iemand gezegd. En er is geen uitzondering op die stelling. En als je daarover nadenkt, gemeente, dan is het echt te idioot voor woorden. Als je weet van tevoren dat je voor vrede een onderhandelingstafel nodig hebt, waarom begin je daar dan niet aan? Waarom eerst onvoorstelbaar veel schade aanrichten aan mensen, aan de infrastructuur, aan de natuur, en dan tot de conclusie komen dat je met wapens en oorlog geen vrede kan maken? Waarom zoeken landen, culturen, waarom zoeken mensen onderling geen goede relatiedeskundigen om tot een oplossing van een conflict te komen? Heeft de mensheid niets geleerd van de ellende van de oorlog? Of wil de mensheid uiteindelijk geen vrede? Vrede via onderhandelingen, nadat strijdende partijen zijn uitgeput. Het is niet waardeloos. We mogen erop hopen en voor bidden dat men dat middel meer en meer zal inzetten. Maar het is toch niet de manier van Jezus. Een andere manier waarop de wereld vrede geeft. Daarover vertel ik u een korte anekdote. Bij het koffiedrinken na de dienst. Het was hier in de kerk in Bedum, nooit vergeten. Koffiedrinken na de dienst. Vroeg een gemeentelid hier uit Bedum, naar aanleiding van de preek. Hoe komt het toch dat zoveel dominees zo linksig zijn? En zo tegen het kapitalisme? Ik probeerde dat aan de hand van de sociale wetten uit het Oude Testament duidelijk te maken. Het gemeentelid was daar goed van op de hoogte. En hij zei, je moet rekenen dat er ook een andere kant is. Mensen die hard werken en bedrijven die zoeken naar winst. Samenlevingen die ingericht zijn op vrijhandel en welvaart. Die willen nooit oorlog. Handel, winst, ondernemingsgeest, dat zijn hele goede middelen om vrede te krijgen. Laat nou zoveel mogelijk mensen en zoveel mogelijk bedrijven met zoveel mogelijk mensen en bedrijven elders in de wereld handel drijven. En je zult zien dat dat een probaat middel is tegen oorlog en tegen geweld. En hij kwam met een heleboel voorbeelden om die stelling te bewijzen. Later kreeg ik een paar boeken van hem, heb ik ijverig bestudeerd, spraken er wat over door. En er is niet zoveel mis met die stelling. Hard werken, winst proberen te maken, uitdagingen aangaan, risico's durven nemen. Je kunt er natuurlijk in doorslaan, maar we hebben daaraan toch ook mede vrede en welvaart te danken. Hoe kunnen ondernemers en bedrijven bijdragen aan vrede in de wereld? Onbedoeld misschien, maar toch. Die manier van bijdragen aan vrede is voor Jezus niet waardeloos. En toch heeft hij het daar natuurlijk niet over. En dan nog een derde, een laatste manier waarop de wereld vrede geeft. Ik noem dat maar de mantel der liefde manier.
Met die mantel der liefde manier proberen we vrede te houden. Er is iets verkeerds gegaan tussen mensen onderling of tussen volken, tussen culturen. De een is beschadigd door de ander of je bent beschadigd. Je hebt een ander beschadigd. Er is pijn, er is schade, er is onrecht. En je bent kwaad, teleurgesteld, woedend misschien. En je wil de ander betaald zetten. Maar ja, je schuift het onder het tapijt. Laten we er maar niet over praten. Laten we maar er niet al te moeilijk over doen, want dan wordt het alleen maar erger. We trekken die mantel der liefde aan. Maar ondertussen, die woede, die teleurstelling, het verdriet, het slaat naar binnen. De vrede die we ophouden naar de ander, die staat in schril contrast met hoe we ons voelen. Vrede van naar buiten, ja, en oorlog van binnen. We worden een beetje een toneelspeler en we spelen de lieve vrede. En iedereen weet natuurlijk, in een onbewaakt moment kan die mantel der liefde zomaar van je schouders vallen. En natuurlijk, je kunt je grieven en je pijn en je frustratie, je verdriet, je boosheid niet altijd uiten naar degene die daar de oorzaak van is. Daar worden inderdaad de dingen soms alleen maar erger mee. Maar brengt dat wegstoppen? Vrede. Het is heel bijzonder dat de Heilige Schrift een andere weg biedt dan het aantrekken van de mantel der liefde. Het is de weg naar God. Je komt het tegen in heel veel psalmen. Dan zijn er de slachtoffers van geweld en van onrecht en van vervolging. En die komen dan met hun pijn en met hun woede en met hun frustratie bij God. En dan slingeren ze het eruit. Er is iemand aan het woord van wie de mantel der liefde van de schouders is gerukt. Dan bevindt hij zich in de tempel. Maar hij is bepaald niet in een vrome, vreedzame stemming. Dan kunnen die mensen het niet langer opkroppen. Noem maar een voorbeeld, Psalm 35. Bestrijd wie mij bestrijden. Grijp, Heere God, het grote en het kleine schild. Sta op, neem de speer in de hand en sluit de weg af. Houd mijn vervolgers tegen. Laat beschaamd en te schande worden wie mij naar het leven staan. Laat hen worden als kaf voor de wind, wanneer de engel van de Heer hen wegdrijft. Laat hun weg duister worden en spiegelglad, wanneer de engel van de Heer hen vervolgt. Laat verwoesting over hen komen, zonder dat hij het merkt. Voor onze beschaafde oren klinkt dat niet zo heel netjes allemaal. Niet zo erg vroom, niet zo erg passend voor in de tempel, in de kerk. Maar met deze woorden wordt het innerlijk opengelegd voor God. Deze psalmen functioneren als een uitlaatklep. Het is een therapie. Het kwaad moet niet met de mantel der liefde worden bedekt. Het moet eruit. En het moet eruit om op de juiste plek te komen. En wat is die goede plek, gemeente? God. De gedachte onder het uiten van dat alles, God zal vroeg of laat recht doen. En als God ingrijpt en wraak neemt, dan hoeven wij het niet te doen. Laat God de wraak, schrijft de apostel later, want in zijn hand is het in betere handen dan bij ons. Hij kan dat immers op een wonderlijke manier ombuigen in vrede en in verzoening. Want zoiets, gemeente, is toch ook gebeurd op Golgotha. Daar is die vloek van het kruis veranderd in het teken van redding en van behoud. Mantel der liefde manier. Niet helemaal waardeloos. Maar het is vanwege haar beperkingen niet de manier van Jezus. De manier van Jezus is, gemeente, en blijft, dacht ik, een verbazingwekkende. Want hoe geeft Christus vrede?
Hij geeft vrede door de weg te gaan van kruis en opstanding. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet, zegt Jezus direct nadat hij zijn leerlingen vrede heeft gegeven. De leerlingen begrijpen het niet. Vrede door het kruis, door die afschuwelijke marteldood, vrede door de opstanding. Snappen wij het, gemeente? Kunnen wij het uitleggen? Ja, natuurlijk, de Bijbel probeert het uit te leggen en de christelijke traditie heeft het geprobeerd uit te leggen, allerlei pogingen gedaan om het helder te verwoorden, maar het blijven uiteindelijk toch niet meer dan een paar armzalige pogingen. Vrede door het kruis. Laten we ons, gemeente, blijvend verbazen en verwonderen. Want dat is toch een totaal andere manier van vrede brengen dan die mantel der liefde manier of die man of die ondernemingsgeest manier of dat uitputten. Wie heeft onze prediking geloofd, zegt de profeet Jesaja als die profeteert over de manier waarop de knecht des Heren vrede zal brengen. En dan nog iets over dat geven van vrede van Jezus. Hij blaast op zijn leerlingen met zijn geest. Vrede, zei u, zegt hij. En hij blaast op hen. En hij zegt, ontvang mijn geest. Dat blazen van de geest, dat herinnert natuurlijk aan het scheppingsverhaal. Genesis 1, 2. God boetseert uit de aarde de Adam, de mensheid. En God blaast dan zijn levensadem in Adams neusgaten. En dan staat er in Genesis 1, zo werd Adam een levend wezen. Nou, de opgestane Heer en Heiland blaast de adem van de Heilige Geest in ons. En daarmee herschept hij u. Hij maakt u tot een nieuwe schepping. Hij blaast vrede in u. Opdat u in die vrede gaat ademen. Inademen. En ook weer uitademen. Hoe dat werkt, gemeente, ik weet het echt niet. En of je dat altijd merkt of voelt, ik weet het ook niet. Maar als je met Christus, de opgestane, omgaat, dan adem je die geest van de vrede van Jezus in. En dan adem je die vrede van Jezus ook weer uit. En ik denk dat dat vaker onbewust dan bewust gebeurt. En dat we op die manier ook bij de vrede betrokken worden ingeschakeld als vredestichters. En dan denk ik nog even aan die zakenman, omdat die in mijn leven misschien te veel in een verdachte hoek is gezet. Die zakenman die probeert een deal te smeden. Bij een dinertje, wijntje erbij, biefstukje erbij. Hij is niet bezig met vrede. Hij is bezig met zijn bedrijf. Hij is bezig met winst. En toch draagt hij zonder het te weten bij aan de goede verhoudingen. Wat onze plek ook is, wat jouw plek is, wat uw plek is. Als je die geest van Jezus wil ontvangen, dan ga je ademen in en ademen uit in zijn vrede. Ik begon met de droom van mijn moeder over de oorlog. Ik eindig met de vrede die Christus u geeft. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Lof zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen.
Voordat we danken en bidden, heb ik een afkondiging van overlijden en ik wil vragen of u op wil staan daarvoor. Op 4 mei is overleden Willem Woldijk, zoon van Gritines Woldijk en Harmke Woldijk Leinema. Hij is inmiddels in besloten kring begraven. We zijn een moment stil om hem te gedenken. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Want hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Amen. We bidden voor de familie van Willem, in het bijzonder voor Aafke, zijn zus die momenteel in de Dilgt te Haren verblijft voor revalidatie. En we bidden ook voor mevrouw Van Dijk in Allegundi, Ilberi. Laten we danken en bidden. Trouwe God, wij willen u danken voor het testament van uw Zoon Jezus Christus. Dat hij ons vrede geeft en zijn geest, iedere zondag opnieuw. We danken u, Heer Jezus Christus, hoe u ons die vrede wil schenken. U gaat niet met ons aan een onderhandelingstafel en u vraagt niet een heleboel dingen aan ons allereerst. En u laat ons ook niet zover een onuitputtelijke strijd voeren. Maar u deelt uw vrede mee en uw geest. En daar danken wij u voor. En wij bidden, geef dat we het met een open hart en met open handen ontvangen. En geef, Heere God, dat we zo die vrede van u in mogen ademen en uit mogen ademen. Dat die diepe shalom in onze ziel, in ons gevoel en in onze gedachten zal zitten. Zo stevig. Dat het er nooit meer uitgaat. U kent al die boze krachten in ons en om ons. Die voortdurend uit zijn om uit te dagen tot conflict, tot oorlog. Om de macht te vergroten. We bidden u, maak ons scherp. En geef dat we het zullen onderscheiden. En dat we niet in de valstrikken van de boze zullen vallen. Maar in die geest van Christus zullen blijven leven en zullen ademen. Geef ons dat persoonlijk, geef ons dat als gemeente. En geef, Heere God, dat dat ook in onze samenleving voelbaar en zichtbaar zal worden. Waar de spanningen lijken toe te nemen, de verschillende bevolkingsgroepen. De oorlog is tussen Rusland en de Oekraïne, tussen Europa en de Oekraïne. Bidden. Laat de vrede van Christus komen, ook in deze wereld. We willen u bidden, trouwe God, voor de broers en zussen van Willem Woldijk. We danken u voor het leven van Willem. Een leven dat in het teken heeft gestaan van trouw en van eenvoud. Van zorg voor zijn ouders. We danken u voor wie die was. En we danken u dat u hem in uw heerlijkheid hebt willen opnemen. Geef dat dat zijn broers en zussen en zus mag troosten en kracht zal schenken en vrede. We bidden in het bijzonder voor Aafke ook, die in het revalidatiecentrum in Haren verblijft. Geef haar kracht en geef dat de behandeling succes mag hebben. We willen u bidden, trouwe Vader, voor de gemeente hier in Bedum en de gemeente in Onderdendam. Deze tijd van vacature die weer aangebroken is. We bidden u,
geeft u saamhorigheid en vrede en een goede zoektocht. En laat voor alle het licht van Christus mogen blijven schijnen in de gemeente en in ons leven. Zegen daarom al het werk ook in de gemeente. Voor de ouderen en voor de jongeren. Dat het zal dienen tot versterking van het geloof en tot verheerlijking van uw naam. We willen u bidden, trouwe vader, voor mevrouw Van Dijk in Allegonda Ilberi. Wilt u haar dragen in uw goedheid en schenken wat zij nodig heeft bij het ouder worden. We danken u dat we elkaar in goede gezondheid en goede vrede mochten ontmoeten in deze dienst. We bidden, schenk ons een goede zondag, een goede week. Ga met ons, dat we aan uw hand gaan. En dat we iets van de vrede die we hier ontvangen hebben, ook zullen uitstralen in het leven van alle dag. Hoe moeilijk dat soms ook is en hoeveel spanningen er soms ook zijn. Help ons, trouwe God, in het spoor te gaan van Christus, uw Zoon, onze Heer. Hoor ons als we bidden wat Hij ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nadat we onze gaven hebben gegeven, zingen we ons loflied, gezang 416.
Beheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen.